En dit boek is er nu op de markt geschreven door Karel Huijbrechts. Goedemiddag, Karel. Goedemiddag. Zeg, je noemt het het testament van Rick de Zadeleer. Ja, het voetbaltestament. Hè. Ja. De reden is, het heeft ook in het belang van Limburg zo gestaan. In dat boek staat alles in waar Rick de moeite waard vindt om door te geven aan de volgende generaties die belangstelling hebben voor voetbal. Mm-hmm. Dus het gaat zowel over grote figuren van ons voetbal, vanaf het begin van vorige eeuw tot nu, maar ook over spelsystemen. Het gaat over grote wedstrijden van de Rode Duivels, over markante figuren, markante coaches en zo. En wat belangrijk is, is ook dat daar heel veel stukken in staan die heel bruikbaar zijn voor coaches, ook op provinciaal niveau, maar ook op nationaal niveau. Rick, laat voelen hoe je een ploeg in een wedstrijd kan houden of doen groeien in een wedstrijd. Hij geeft ook tips naar aanleiding van bijvoorbeeld de fameuze strafschoppenreeks België-Spanje in 86. Mm-hmm. Hoe je een strafschop moet nemen, hoe je daar als speler moet over nadenken al voor de wedstrijd. Ja. Hoe een keeper zich moet instellen op een strafschop. Dus er staan hele bruikbare richtlijnen in. Dus als je coach bent van een klein ploegje of zo, zeker cool. Lees dat boek. Want, ja. Want natuurlijk, hij is niet alleen commentator geweest, voordien was hij ook een speler. Hij is een hele goede speler geweest. Hij heeft één keer in de nationale ploeg gespeeld, maar heel vaak in het B-elftal, want toen was er constant een A-elftal en een B-elftal. Fysiek was hij niet zo sterk, maar hij had een gouden traptechniek, Rick, en een buitengewoon spelinzicht. Ja. En dat spelinzicht hebben we natuurlijk later ook er hebben van kunnen genieten. Ja. Toen hij want commentator... hij kon soms echt golen voorspellen, hij zag het gewoon aankomen. Ik heb honderden wedstrijden sinds... Ik heb van 1974, toen ik begonnen ben op de toen nog BRT, tot 1994, het wereldkampioenschap in Amerika, heb ik bij alle grote wedstrijden, of bijna alle grote wedstrijden, competitie, Europa Cups of nationale ploeg, naast Rick gezeten. Mm-hmm. Hij zegt dat ook. Karel was mijn computer in die tijd, want er bestonden geen PC's die alles bijhielden, offside gevallen. Nee. Ik noteerde dat allemaal voor hem. En in elke wedstrijd deed Rick... voorspelde ik dingen. Dan zette hij die microfoon af en zei tegen mij van ze moeten dit of dat doen, want anders hebben we het zitten. En dan, als dat dan niet gebeurde, dan hadden we het zitten. Hè. Ja. Dus hij kon doelpunten voorspellen. Hij voelde ook aan op zoals dat doelpunt van Albert in de Citrus Bowl in Orlando tegen Nederland. Dus Albert, die bal kon bij hen. Hij moet die nog controleren, hij moet nog schieten. Er staan een aantal Nederlanders op die lijn. Maar Rick voelt al, in die seconde daarvoor, dat is hem. Hij weet, dit is de kans, die gaan we nu benutten. Ja. Dat is sensationeel. Een speciale Daar heb ik nooit bij iemand anders gehoord. Nee, want het ging zelfs zo ver dat hij in de tijd met Guy Thijs de ploegopstelling mee mocht bepalen. Maar het is te zeggen, hij was een heel goede vriend van Guy Thijs, al van in de periode dat zij samen... om de 14 dagen, 3 weken bij die nationale selectie zaten in het begin van de jaren 50. En dan later zagen ze elkaar altijd. Rick deed altijd het commentaar in het weekend bij de grote voetbalwedstrijden. Club Brugge Standaard, Anderlecht RWDM, weet ik veel wat. En Guy Thijs ging daar natuurlijk ook zien. En dan zaten die twee altijd, ik heb dat dikwijls meegemaakt, dan gingen die in de receptieruimte van het stadion bij elkaar zitten, op een hoek van een toog, dan was het moeilijk voor anderen om erbij te komen staan. Dan bestelden ze de beste whisky die er was. Is echt? Rick rookte sigaretten, Guy sigaren. En dan bespraken ze wie er in vorm was. Ze bespraken de komende tegenstander van de nationale ploeg. Rick zag ook heel vaak natuurlijk topmatchen in Engeland of Europa-bekermatchen die Thijs niet zag. En als we dan tegen Engeland of Schotland of weet ik wat gingen spelen, dan ging hij te raden bij Rick van hoe speelt die en hoe zouden we dat kunnen oplossen. En Rick had ongetwijfeld zijn invloed op de opstelling. Ja. En het is wel een Waaslander, maar eigenlijk is hij geadopteerd door Limburg. Wilfried van Moer, toen die bij Beringen speelde in zijn café in Hasselt had. Rick zag toen dat wij... op dat moment een figuur ontbraken in de nationale ploeg die op die plek kon spelen, die alles kon binden. En Rick heeft toen niet tegenstaande dat Van Moer al 34 was, aan Thijs gezegd, zet Van Moer daar. Ja. Ga er eens mee praten. En zo is Van Moer terug. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, want we hebben ons geplaatst niet alleen voor het EK van 80, maar we hebben daar ook de finale gespeeld en bijna nog gewonnen ook tegen de Duitsers. Ja. Is hij altijd jouw grote voorbeeld ook geweest, Rick? Grote voorbeeld. Hij is vanaf het begin...
een hele goede vriend geweest. En ook iemand, voor mij en voor Mark Uiterhoeven, die een jaar of 7, 8 later dan ik op die sportredactie is gekomen. Iemand die heel eerlijk kritiek gaf op ons werk. Want wij waren toen de jonge garde die alles ondersteboven regelde. En Rick was heel streng als hij vond dat het niet goed was, maar hij was ook lovend als hij vond dat het wel goed was. En dat is nu nog altijd, zeker bij de Nationale Omroep, een zeldzaamheid, dat iemand je wil coachen en eerlijke kritiek geeft. Want die sportredacties, dat zijn krabbemanden waar ze elkaar het licht in de ogen en in het water niet gunnen. Hè? Daarom ben je er ook weggegaan misschien. Een van de redenen, ja. Okay. We hebben nog een quoteje van Rick zelf tijdens de persvoorstelling van het boek. Misschien luisteren we daar ook nog eens even naar. Ik heb 10 wereldbekers verslagen. En ik ben daar voor betaald geweest nog. Dat is het summum wanneer je naar iets waar je zou het geld voor geven om er te zijn, om het te kunnen volgen, dat je daarvoor betaald wordt. Ja, hij zal altijd natuurlijk de geschiedenisboeken ingaan, ook hè, als de man met die grote uitspraken. Ja, maar vooral ook, hè, want wij kennen nu, en jullie spelen ze nog eens, uitbarstingen. Goal, Maar Rick was veel meer dan dat natuurlijk. Eigenlijk was dit maar het topje van de ijsberg. Rick gaf fantastisch commentaar. Hij was ook, in vergelijking met de generaties die nu voetbalcommentaar geven, iemand die zweeg en die keek en die dan iets zei wat je niet ziet. Ik heb het gisteren nog gezien op tv. Ja, de bal... hij schiet hoog over. Ja, dat zie ik ook wel. Maar ik wil weten waarom hij zo haastig schoot, of het wel zijn goede voet was en zo. En dat vertelde Rick wel was een kenner. Ik zeg altijd zo, Rick keek niet alleen wat er op het gras gebeurde, maar die kon 1, 2, 3, 4 lagen onder het gras kijken. Mm-hmm. En als ik dat mag zeggen, mensen die dat boek kopen, hè, want voor 30-plussers is het eigenlijk, die Rick nog hebben meegemaakt als commentator, maar vooral 35-40-plussers, als die dit boek cadeau zouden krijgen, bijvoorbeeld met Sinterklaas of onder de kerstboom, de mensen die dat boek cadeau doen, die kopen voor €25, dus voor 1000 frank, een stuk van de gloriejaren van de persoon aan wie ze het cadeau doen terug. Ja. Want als je dat boek leest, dan weet je direct... Ah ja, ik was toen daar op vakantie. Of ja, ik studeerde toen. Ja. Oh ja, dat was toen. Ja. Dat is zoals beetje nostalgie muziek. Ook. Ja, maar het is... Weet je, de commentaar van Rick de Sadeleer is zoals goede muziek, zoals tophits. Als je een plaatje hoort uit de jaren 70 of 80 of begin van de jaren 90, dan weet je, ah ja, ik vreed toen met dat meisje. Dat was toen. Herinneringen die daaraan ophangen. Ja.